De trainer van Roda JC, Jon Dahl Thomasson, staat inmiddels naast mij. Hoe is het met de spanning? Spanning is goed. Aardig vol, hè? Ja, want het kan een ongekende kraken worden. Merkt u dat de spelers ook misschien wat gespannender zijn dan normaal? Ja, dat is logisch ook. Ik vind ook gewoon spanning fijn in deze situatie. Af en toe is druk ook heel goed. Ja, want vindt u het zelf ook fijn om zo lekker naar zo'n stadion te rijden? Dan echt vandaag kan een mooie middag worden, maar wel spannend. Ja, zeker weten. Natuurlijk ook het opzicht voor onze groep. Kijk, wij hebben heel veel voetballers. Ja, en met zo'n wedstrijd hebben we iets anders nodig af en toe. Zo houden we gewoon in dat de spanningen, ja, dat helpt ons gewoon in die opzicht. En denkt u dat ze die omschakeling kunnen maken? Dat ze dat echte degradatievoetbal kunnen spelen? We hebben goed gedaan tegen NEC. Blijven finale en vandaag ook. Ik ben wel van overtuigd. Wat zegt u nou tegen de spelers in aanloop naar zo'n wedstrijd, zo'n cruciale wedstrijd tegen RKC? Er zijn natuurlijk genoeg afleiders in deze tijd en deze periode. Het gaat met name om dat je gewoon zakelijk onverstoorbaar bent, je taken goed uitvoeren. En als je dat sowieso doet, ja, dan kom je best wel ver. Ja, tegen NEC hebben jullie het goed gedaan. De andere wedstrijden zijn de resultaten tegenvallend. Heeft u er vertrouwen in dat het vandaag echt goed komt? Ja, zeker weten. Daar geloof ik best wel in, hoor. Ik vind sowieso zo'n wedstrijd die we vandaag moeten spelen, met veel druk, vind ik hartstikke mooi. Voetbal is in die opzicht gewoon mooi. Kan ook heel pijnlijk zijn. Maar dat blijft toch wel een mooie wedstrijd. U kiest ervoor om Luiks op de bank te zetten. Waarom? Ja, ik heb Cimoletje terug nu. Vorige week had hij last van zijn enkel. Cimo heeft er gewoon uitstekend gedaan bij ons. Wel als rechtsback. Eén keer in centraal gespeeld. En Henk Dijkhuis is net terug van zijn blessure. En hij heeft prima ingevuld tegen de beste buitenspeler van Nederland. De Depay vorige week. En daarom kies ik voor deze samenstelling. Roda vol in de aanval vandaag? Geloof ik wel, ja. Succes. Dank u wel. En Erwin Koeman.